U ziet hier een soort groepsfoto, dames en heren. Eigenlijk ontbreekt er iemand met een lijntje waarop staat pas geperst 27 september 1961. Wie ziet u hier allemaal? Lex Verzuurt, de componist van het stuk dat de Emeralds op de plaat hebben gezet. U ziet Jan Fuik, mevrouw Cora Kannemeijer en ook twee jongelui. Die twee jongelui zijn Peter de Wit, rechts, met bril. En Paul de Ridder, links, blond. Paul is in militaire dienst. Ja. En Peter is... ook in militaire dienst. Ja. Voor de zoveelste keer, waar halen ze in de militaire dienst de tijd vandaan? Om dan pas geperst te komen en weet ik wat meer. En deze jongelui zijn de geestelijke vaders van wat men wel populair een rock-and-roll orkest zou kunnen noemen. Niet waar? Nou, nee. Nee, heet het anders? Geef dan maar een andere naam. Nou, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Het is ons doel om alle genres te spelen. Maar zowel... ik meen in jullie grammofoonplaten toch een heel duidelijk, noem het maar ja, een teenage beat. Ja, inderdaad, zo'n rock and roll beat zoals je het noemt. In, ja. Hoe lang zijn jullie er al mee bezig? Nou, in de huidige formatie van begin van dit jaar. En wat zijn de successen die jullie tot nu toe gehad hebben, behalve dan het feit dat je in dit programma bent? Nou, we hebben enkele maanden geleden een leuk succes geboekt. Dat was namelijk op het Internationaal Songfestival in Oosterwijk. Daar werd ons liedje Shine, een eigen compositie, werd bekroond met de eerste prijs. Een eigen compositie van wie? Van mij. En de tekst? Die is ook van mij. Doe maar. Ja. Gefeliciteerd. Dank u. En Peter de Wit, die dat zong, die behaalde dus als vocalist de derde prijs uit een veld van 225 deelnemers. Zongen jullie op een veld? Ja, inderdaad. Ja, ja, wel, ja. En nog meer prijzen erbij. En de tweede solozanger van ons, Ferry Verschuil, die haalde de vijfde prijs. Dus is een mooi succes. Dat is allemaal erg machtig. Ja, dat was heel leuk. Maar het zal jullie bekend zijn dat er veel mensen zijn die eigenlijk van die muziek van jullie niet zo heel veel moeten hebben. Die zijn er heel veel. En dat verklaart de aanwezigheid van mevrouw en de heren hier. Want ik wou ze eigenlijk graag eens een stukje laten horen van dit soort muziek. Zomaar een willekeurig orkest. All love is gone. We won't meet again. Try to find an other. Ik heb getracht van de gezichten van mevrouw en de heren te lezen hoe ze erover dachten, maar het is me niet helemaal duidelijk geworden. Lex Verzuurt, jij hebt met alle mogelijke bijltjes gehakt. Hoe vind jij dit nou? Mooi, lelijk of onverschillig of zeg eens wat? Nou, ik mag het wel. Ik vond dit wel aardig. Ik vond waarom? Het wat vind je erin te waarderen? Ik weet het niet. Ik vind iets Zuid-Amerikaans vind ik hier ook weer in terug. En dat interesseert me wel. Jouw grote liefde natuurlijk, ja, Zuid-Amerikaans. Inderdaad. En mevrouw, u als dame midden tussen de heren in, wat denkt u ervan? Ja, vooral het zingen stoort me erg. Ja, dat is natuurlijk een heel ander hoekje dan uw eigen zingen. Ja, ik kan niet begrijpen. Ik vind het eerlijk, ik hou er niet van. Dank u voor uw mening. En de heer Fuik? Ja, dat is heel erg moeilijk, Piet. Ach, ik kan de rustig zeggen wat je kan. Maar neem je dat kwalijk, ik vind het aan de ene kant goed. En aan de andere kant ook goed. Ach. Ik geloof dat we niet mogen vertellen iets is slecht. Je moet het ieder genre voor die mensen reserveren die dat genre willen hebben, geloof ik. Het lijkt me voor de jongelui die deze plaat gemaakt hebben toch wel prettig om te horen, zo in het algemeen. Want het zijn deze twee. Ja, ik hou er niet van. En ja, behalve dan de mening van een zangeres als mevrouw Kannemeijer. Ik zie het niet in. Wat is er mooi eraan dat. Dat stoten van die stem vind ik naar. Nou, kijk, het is zo dat de moderne jeugd of het algemeen, de teenagers, die vragen dit soort muziek. Die houden ervan. Ja, maar wat vinden ze daar nou? En als je dat nou niet doet, dan hoor je er niet meer bij. Ja. Er zijn veel modekwesties in dit soort muziek. En als ik het even mijn eigen mening er ook overheen mag gooien en misschien een beetje brusk een einde maken aan dit gesprekje, want de tijd dringt.
Ik geloof dat de waarde hier voor deze jonge lui persoonlijk zit in het feit dat ze zelf muziek maken. Natuurlijk, dat is leuk. Dat moeten ze ook doen. Dat ze wat anders doen dan aan een platenwinkel lopen en daar een zakcentjes neerleggen voor Elvis Presley en Cliff Richard. En jullie weten het beter dan ik. Maar als ze er zelf maar in blijven geloven wat ze maken. Ja, natuurlijk. En dan hebben ze nog een andere plaat gemaakt ook. En die grammofoonplaat die wilden we nu graag in Passepest laten horen. Die plaat, dat is dan het liedje waar ze er straks al over spraken, Shine. In my dreams to me, I ask her for her love and her company. Shine, shine for me, she was fascinating, her beauty compelled me to sway, but soon she disappeared. Misschien weet u nog met wat een verrukkelijke muziek dit programma begon. Zo'n heerlijk ouderwets orkest. Dit orkest heeft mijn speciale liefde, mag ik wel zeggen. En ik wou u graag tot besluit onder de titelrol de muziek van dit heerlijke orkest nog eens laten horen. Het zijn de OK Wobblers.